Dag beste luisteraars, welkom bij de allereerste aflevering van 2022. Normaal gezien zouden we pas op 24 januari terug zijn voor onze eerste aflevering van het nieuwe jaar. Maar de afgelopen dagen is er zodanig veel gebeurd rond de club, dat we dat niet zomaar konden laten passeren of laten voorbij gaan. Dus vandaar dat we vandaag een special aflevering opnemen, een special trainerswissel aflevering van de klokken dus. En om deze toch opmerkelijke periode te bespreken, zijn onze twee vaste gasten er terug bij. Eerst en vooral Matthias is hier terug. Gelukkig nieuwjaar, Matthias. Goed gevierd. Absoluut. Gelukkig nieuwjaar aan jullie allebei, ook Nico en Nicola. En inderdaad, goed gevierd, maar wel in een kleiner comité dan usual. Maar daarom niet minder fijn. Dus heel blij om hier terug te zijn, absoluut. Voilà, heel blij om jou hier ook terug te hebben. En ook uiteraard Nico van Halen. Is hij opnieuw van de partij klaar om er opnieuw tegenaan te gaan in 2022, Nico? Ja, in elk geval, wij zijn er klaar voor, denk ik. Ik hoop dat de spelers en de nieuwe coach er ook voor klaar zijn. Want ik denk dat we voor 2022 alle drie wel een beetje dezelfde wensen hebben. Dus laat ons hopen dat die uitkomen. Hè. Ja, een dubbele, dat mag er altijd komen in 2022. Hè. Ja, daar hopen voilà. We allemaal nog stiekem toch op. En de kaartlijn ook niet zo slecht daarvoor. Nu laten we beginnen bij het eerste nieuws dat bekend werd gemaakt, vorige week ergens. Is dat Philippe Clément na 2,5 jaar trainerschap bij club de ploeg verlaat en naar het Franse AS Monaco trekt. Matthias, we hebben vaak al gepraat over Clément en mogelijke vertrekken en alles. Heel erg verrast van dit vertrek zijn we nu toch ook niet, denk ik, hè? Nee, dat is absoluut waar. De timing verrast mij wel enigszins. Ik had eigenlijk gehoopt of verwacht dat dat eigenlijk de voorbije zomer ging gebeuren, of althans volgende zomer. Maar uiteindelijk is de timing niet zo slecht, omdat dat net voor de stage komt. En uiteindelijk heeft de club heel snel gehandeld. Maar zo onverwachts is het nu ook niet, omdat iedereen had het gevoel, en ik denk binnen en misschien nog meer buiten club, dat het helemaal op was tussen de spelers en de coach. En dan is het uiteindelijk een geschenk uit de hemel geworden dat AS Monaco zich heeft gemanifesteerd. En ik denk dat het gewoon het beste is om die tweede seizoenshelft positief aan te vatten met een nieuwe trainer. Ja. Ja, Nico, het was ook een beetje het ideaal, zoals Matthias zegt, het ideale moment voor Clément om te vertrekken ook, en ook voor club om misschien een nieuwe coach te beginnen. Hè? Ja, dat vond ik ook. We hebben al vorige keer ook gezegd dat we het gevoel dat het een beetje op was met Clément. En ik vind deze echt ideaal op die manier dat er ook niemand gezichtsverlies leidt. Niet Clément zelf door ontslagen te worden bijvoorbeeld, of club die dan iemand moet ontslagen. Nu is het eigenlijk Clément die de volgende stap neemt in zijn carrière en club die dan een opvolger kan zoeken. Dus ik vind het ook wel een ideaal moment en in de goede omstandigheden. Ja, ik ben ook wel blij, want zou niet willen dat iemand die zoveel betekent heeft voor club, zowel als speler, als assistent en dan ook als trainer, dat hij dan uiteindelijk op de kei moet worden gezet. Dat zou wel heel pijnlijk zijn. Dus ik ben ook wel blij dat Clément nu zelf ook wel door de grote poort kan vertrekken bij Blozart. Dat is zeker heel positief gegeven. Nu, over Clément zelf dan, Matthias. Ja, Monaco. Ja, in Clément's carrièreplanning, zal ik maar zeggen, als trainer, wel de ideale volgende stap. Eerst Beveren, dan Genk, dan Club. Nu Monaco, dus zo telkens een trapje omhoog, hè. Ja, het is de Franse competitie is en blijft een van de G5 topcompetities natuurlijk in Europa. Dus bij deze is het echt een mooi verhaal voor hem. En vooral AS Monaco, als je puur hun spelerskern bekijkt, dan gaat Clément echt werken met fenomenale spelers. Dus ik denk wel dat een lichte stap vooruit is voor hem. Ik denk dat Monaco ook echt wel stevig kan investeren. En als je ziet, die hebben net een rechtsback voor 11 miljoen gekocht. Dus Monaco is een heel stevige ploeg. Ik denk ook dat het Clément een doordachte keuze was door Oleg Petrov en Paul Mitchell. Dus het is echt een fantastische challenge. En zoals Nico aangaf, ik vind het een heel elegante uitgang voor Clément. En iedereen heeft er baat bij. De spelers, het bestuur, de fans. En vooral Philippe Clément en zijn assistenten ook. Dus fantastische challenge. En ik ben heel nieuwsgierig naar hoe hij het gaat brengen. Want ik zou totaal niet weten of het positief gaat uitvallen of minder gaat uitvallen. Dus dat blijft natuurlijk de grote vraagteken. Ja, Nico, hoe zie je dat vraagteken ingevuld? Zie je Clément doen in Frankrijk? Want het is weer een grotere competitie, een grotere ploeg.
Het is ook weer grotere ambities, dus allee, ja, het is geen klein ploegje, hè, AS Monaco. Ja, het valt natuurlijk te zien wat je verstaat onder een geslaagde passage bij Monaco. Als het is de titel behalen, denk ik dat het moeilijk wordt met een ploeg als PSG in de competitie daarbij. Zeker. Dus dat wordt sowieso, denk ik, een ja, bijna onmogelijke opgave. Maar zoals dat Matthias terecht zegt, heeft wel het spelersmateriaal. Dus de kern is wel voldoende gestoffeerd om er iets moois mee te maken, denk ik. En dat heeft Clément bij zijn vorige clubs, ook bij Waasland Beveren nog trouwens, telkens heel goed gedaan. Dus ik hoop, en ik denk ook wel dat hij het daar goed zal doen. Ik denk wel misschien een klein puntje van kritiek. Ik heb daar straks ook zijn persconferentie gehoord. Ik denk dat zijn Frans, dat de Fransen daar nog een beetje moeten zullen aan wennen. Want Matthias stuurde het ook al. Ze verwachten eigenlijk een Franstalige coach als ze de naam Philippe Clément worden. En ze waren een beetje verschoten dat hij Nederlandstalig was. Dus misschien zal hij daar nog een beetje moeten in verbeteren. Maar bon, de taal van het voetbal is universeel, zeggen ze. Nee, dat is waar. Ja, Matthias, ik ben Franstalig ook. Allee, ja. Perfect tweetalig, zal ik maar zeggen. Ja, ligt dat zo gevoelig bij die Fransen? Toch wel. In België kan je meteen, als je een nieuwe ploeg coacht, kan je alles in het Engels doen. En trouwens, Engels is ook de voertaal binnen club. Maar natuurlijk bij Monaco, het is niet voor niks dat Clément tijdens zijn persconferenties dat hij alles in het Engels zei, bij club. Ook wanneer dat er Franse journalisten kwamen na de matchen tegen PSG bijvoorbeeld. Maar vanaf dat hij een stap zet bij Monaco, dan zet hij zichzelf de druk op van oké, nu moet ik Frans spreken om meteen het goede voorbeeld te tonen. Ik vond het allebei al meevallen. Hij struikelde wel over een paar woordjes, maar ik denk dat hij beter en beter en beter gaat worden met de weken. Maar hij moet wel een beetje opletten, want de Fransen kunnen soms een beetje een twist vormen bij bepaalde woordspelingen. En daar kan hij ook onderuit gehaald worden door scherpe journalisten. Dus het wordt wel een beetje een opletten voor Clément. Ja, op dat vlak kunnen ze er al van, in Frankrijk. Hè. Ja, sowieso. Ja, ik denk dat de pers hier daartegen ook wel nog redelijk vriendelijk is tegenover hoe vernietigend de pers in Frankrijk soms kan zijn. Ja. Laat ons hopen voor Clément dat het wel goed uitdraait. Ja, uiteraard. Sowieso. Nu, ja, Clément is... we gaan er redelijk over zijn. We zijn vaak heel kritisch geweest over Clément en hoe de ploegen werden opgesteld. En zijn visie en ook de relatie met de spelers, zeker de laatste 9 maanden dan. Maar al bij al, als we terugkijken op 2,5 jaar Philippe Clément, moeten we toch stellen, vind ik toch, dat hij toch wel een van de meest succesvolle coaches is geweest... die bij club heeft rondgelopen, hè. Ja, dat denk ik toch ook wel, ja. Ja, allee, ik denk, we hebben er inderdaad een beetje op gesekkerd de laatste maanden. Maar in theorie heeft dat denk ik niet echt iets met zijn kwaliteiten te maken. Denk ik meer het feit dat het gewoon een beetje op was tussen hem en de spelersgroep naar velen hun gevoel. Maar dat neemt niks weg van zijn kwaliteit, want de resultaten spreken wel voor zich natuurlijk. Zoals ik daar straks ook al zei, bij Waasland Beveren, bij Genk. Bij club nu. Dus ja, daar valt eigenlijk niks op af te dingen. Dus ik denk wel dat we hem zeker in de rij van succesvolle trainers mogen rekenen. Ja. Ook met Clément zijn er ook 2 assistenten vertrokken. Hoe groot is die leegte daarvan, Matthias? Denk je dat die makkelijk opgevuld kan worden? Ik denk het wel. Ik moet toegeven dat ik blij was dat Eddy Rob en Karel Hoefkens aan boord bleven, omdat dat stuk voor stuk in hun vak, dat zijn blijkbaar cracks, verneem ik een beetje links en rechts. Hoefkens is natuurlijk de link tussen Club Next en de A-kern. En Eddy Rob behoort blijkbaar tot de absolute goeroes van de physical coaches, dus het was heel belangrijk om die aan boord te houden. En ja, ik denk gewoon dat Johan van Rumst en Jonas Evans, dat zijn gewoon de twee loyale kompanen zijn van Clément. Dus het was ook geen ongelooflijke surprise dat die meegingen. En De Boever ook niet. De Boever die trouwens echt een toprelatie had met Mignolet. Dus hopelijk zal het dezelfde relatie zijn tussen Carlo Lamy en Mignolet. Maar ja, ik vind het op zich niet vreemd. En ik denk ook dat voor Clément een soort van vertrouwens- en geruststellend gevoel geeft om samen met zijn 3 collega's naar Monaco te kunnen gaan. Dus ik vind het op zich een logische move. En het is ook meer en meer dat wanneer trainers ergens anders aan de slag gaan, dat ze meteen ook hun staf meepakken. Dus logisch. Het gebeurt vaker en vaker. Hè. Ja. Wat was jullie mooiste moment onder Philippe Clément in 2,5 jaar, Nico? Als je toch
één moment eruit moet pikken, welke neem je dan? Ja, daar moet ik niet lang over nadenken. Er waren in de Champions League redelijk wel mooie momenten, zoals de plaatsing ten eerste, en ook de overwinningen of verplaatsing soms. Maar het mooiste blijft voor mij wel de titel op Anderlecht. Daar, dat staat vast. Ja, mooier dan dat kan het eigenlijk bijna niet worden. Nee, voilà. Welk moment neem jij, Matthias, als mooiste moment onder Clément? Ik ga misschien voor twee voetballende momenten kiezen, waarbij ik echt wel het gevoel had van wow, nu zijn we echt 10 niveaus hoger dan alles en iedereen. En dat waren de twee matchen tegen Anderlecht. De eerste thuis, 2-1 met de twee goals van Diatta, terwijl we misschien 8 of 9-1 hadden moeten winnen. Dat was verbluffend. Dat was zelfs nog een niveau hoger dan Leko. Dat was echt fenomenaal. En dan de bekermatch op Anderlecht, 0-2 geloof ik. Dat was ook van een Ballantijnvormer. Ja, Ballantijnvormer. Dat was gewoon wereldklasse. Dus laat ons zeggen, de twee matchen tegen Anderlecht, thuis en uit, dat bleef mij echt bij, maar puur voetballend dan. Ja. Van mij is ik had toch een Champions League moment kiezen. Velen zouden denken, dat moment in Bernabeu was al fenomenaal. 0-2 voorkomen op Madrid met de struikelende Emmanuel Dennis. Maar ik ga niet dat moment kiezen, ik ga toch kiezen voor... eigenlijk een moment dat niet zo positief gepercipieerd staat bij de clubsupports, maar dat is de 2-2 in Lazio. Gewoon omdat ik dat een fenomenale prestatie vond en dat club eigenlijk nog nooit zo dicht bij een volgende ronde heb zien spelen. En ook natuurlijk met heel die tirade van die rode kaart en dan toch nog de comeback. En dan uiteindelijk stelden op 5 centimeter van de kwalificatie. En dat vond ik toch, ondanks dat we er net niet geraakt zijn, vond ik dat toch nog altijd een van de allermooiste momenten. Onder Philippe Clément. En ook, ik denk dat het misschien nog even zal duren voordat we weer zo'n kans gaan hebben om ons te kwalificeren voor die volgende ronde in de Champions League. Dus ik ga voor die 2-2 op Lazio kiezen. Bedankt, Nicolas, voor deze nare herinnering op te rakelen. Graag gedaan, graag gedaan. Daar gaat men een nacht rust. Charles de Ketelaar heeft ook nog altijd nachtmerries van die deklat, denk ik. Ja. niet te veel, hopelijk. Nee, ik hoop het ook niet, maar... We hebben hem vandaag zien voetballen, het zag er allemaal dik in orde uit. Terrible goed dat. Nu, het gaat heel snel in het voetbal, want een uur nadat het officieel bekend was dat Clément wegging, het ging al lang in de lucht natuurlijk, was de club er al met een volgende coach. Maar natuurlijk, het moment dat je hoort dat Clément weggaat, Matthias, dan komt die geruchtenmolen op gang. Onze WhatsApp die stond niet stil de afgelopen week. Misschien kun je een keer zeggen, want je hoort toch heel wat namen in het milieu al. Welke namen hebben het niet gehaald in plaats van Alfred Schreuder? Ja, het zijn er een pak natuurlijk. Het is moeilijk om te zeggen wie nummer 1 was, wie nummer 5 was. Maar de namen zijn wel stilletjes aan bekend als je ze allemaal opsomt. Misschien beginnen met de topkandidaat. Dat was Hjulmand, de huidige bondscoach van Denemarken. En blijkt dat Mannaert en Verhagen een absoluut overfan zijn van Hjulmand. Dat ze elk jaar zelfs proberen om die bij ons als T1 te halen. Maar die zit zo op een Deense wolk op dit moment. Hij heeft ook net een fenomenaal EK achter de rug. Dat hij uiteindelijk halve finale tegen de Engelsen, bijna ook erdoor uiteindelijk. Het was ook een sprookje voor de Denen. Dus, en ze speelden ook gewoon fenomenaal voetbal. Maar voilà, Hjulmand heeft meteen gepast. Het had zeker ook een mooie naam geweest als T1. Ik denk dat iedereen heel blij was geweest met Hjulmand. Dat was misschien meer geopperd door het nieuwsblad. Maar die zag ik eerder niet komen, omdat dat iemand is die ik eerder zie... binnenkomen vanaf juni, juli om echt zijn groep te kneden. En dat is Alexander Blessin van KVO. Misschien niet de ideale situatie, omdat hij bij KVO toch echt wel heel veel moeilijkheden kent dit seizoen. Maar Blessin was zeker en vast in de shortlist of alvast in de longlist. Ja, zeker, want onlangs in extra time ook, Filip Joos die zei dat er een voorakkoord was zelf tussen club en Blessin. Hè? Ik denk dat misschien zou kunnen, moest Clément tot het einde van het seizoen coach zijn bij club. Want dan was er misschien een bepaalde logica om te zeggen van oké, je krijgt een volledige voorbereiding tot eind augustus om echt jouw groep te kneden naar jouw specifieke gegenpressing manier van spelen. Maar zo plots in januari beginnen met een Blessing, dat zag ik eigenlijk falikant aflopen om eerlijk te zijn. Dus ik hoopte minder op Blessing nu
dan binnen 6 maanden. Geef ik eerlijk toe. Dan had je nog Letsch, dat is de huidige coach van Vitesse. Thomas ja. Letsch. Dus de coach van Luis Openda, die blijkbaar heel hoge ogen bereikt in Nederland. Ook een typische Leco-style coach, hè, met zijn 3-5-2. Had misschien ook Openda in zijn rugzak meegebracht, dus dat was ook misschien niet slecht. Spelen ook Conference League nog altijd, hè? Ze zijn Europees geplaatst, hè? Ja, ze zijn Europees geplaatst. En ik denk dat ze het niet slecht doen in de Eredivisie. Openda is trouwens behoort tot de allerbeste spitsen en ik denk goalgetter samen met Haller in Eredivisie, dus zeker niet slecht. En dan de drie andere namen waar dat er wel effectief werd mee gesproken zijn Van Bommel, De Boer en Xabi Alonso. Dus dan is zo, denk ik, het lijstje compleet. Misschien mis ik nog een paar namen, maar dat zijn zo'n beetje de namen die zeker in de media terechtkwamen en die ook links en rechts in de clubgeruchtenmolen binnenkwamen. En dan Alfred Schreuder, die volgens Mannaert blijkbaar in de top 3 stond van zijn shortlist. Voor mij persoonlijk een redelijk onbekende. We gaan er straks natuurlijk heel veel over vertellen, maar ik vind het al wel geen slechte naam. Nee, zeker. Alfred Schreuder. Nico, ken jij de man al? Voor dat de naam viel? Ik herken hem nog een beetje als speler, omdat ik vroeger soms naar Studio Voetbal keek op Nederlandse tv. Maar dat zat wel al redelijk ver in mijn geheugen. Ik heb ook wel redelijk wat wedstrijden gezien van Barcelona, waar ik hem naast Koeman zag zitten. En waardoor ik zijn gezicht nu wel herkende, maar ik wist totaal niet dat Alfred Schreuder was die ik vroeger had nog zien voetballen. Dus als trainer was het voor mij eerder onbekend. Maar dat is op zich niet zo erg. Daardoor hebben we wel meer opzoekingswerk gehad om er ons in te verdiepen. En ik denk club misschien ook. Dus ik ben in elk geval benieuwd. Hij kan toch al mooie adelbrieven voorleggen met de trainers die hij gewerkt heeft. Dus ik denk wel dat hij veel zal geleerd hebben in de voorbije jaren. Ja, om Alfred Schreuder ook nog kort eens voor te stellen, voor de luisteraars die niet weten waar hij overal gezeten heeft. Als speler is hij gestart trouwens bij Feyenoord, daar 1 wedstrijd toe gespeeld. Maar daarna een heleboel wedstrijden bij RKC, NAC Breda, dan opnieuw Feyenoord, en dan RKC Waalwijk, FC Twente, SVD Barneveld, ik denk dat dat het dorp is waar hij geboren is. En dan gestopt bij Vitesse in 2009, waar hij dan ook meteen assistent is geworden als coach. Dan bij FC Twente, assistent geweest onder Michel Prudhomme. Dan hoofdcoach geweest van Twente. Daarna dan naar Hoffenheim, waar hij onder Nagelsmann gewerkt heeft. Dan werd hij assistent bij Ajax. Het Ajax dat de halve finales haalde, Champions League. Beker won en de competitie won ook. Dan hoofdcoach bij Hoffenheim. En dan vorig jaar nog assistent bij FC Barcelona. Onder Ronald Koeman en want nu 2022 start aan een nieuwe job bij Club Brugge. Matthias, dat is toch een aardig lijstje, hè, als je dat zo bekijkt. Ja, ik geef grief toe dat toen het officieel werd dat Schreuder onze coach ging worden, had ik zo'n beetje het gevoel van ik had liever een mooie naam gehad, zoals een Xabi Alonso of een Hjulmand bijvoorbeeld. Maar achteraf gezien, toen je, een beetje gelijk Nico en waarschijnlijk jij ook, Nicola, als je je wat verdiept over de man zelf, dan merk je wel dat hij gewerkt heeft met de aller la crème de la crème. Ik bedoel, als je samen met Den Haag de fantastische Ajax Champions League periode hebt gekend tot de halve finales op een seconde na tegen Spurs, gewerkt hebt onder, voor mij, de topper in wording, namelijk Nagelsmann. En Nagelsmann wou zelfs Schreuder absoluut meenemen naar Bayern. Dus ja, het zegt gewoon alles. Steve McClaren, Michel Prudhomme, Co Adriaanse, dat zijn allemaal cracks in hun vak. En ik vind het dan aan zich niet slecht, want hij is 2 keer coach geweest, T1 van Hoffenheim en Twente. Dat was allemaal geen succes. Enerzijds bij Twente, omdat de club was in vrije val, uiteindelijk gedegradeerd nadien. Dus dat zegt ook wel iets. En als T1 bij Hoffenheim was het meer door een misverstand of een moeilijkere relatie tussen het bestuur en hemzelf. Maar ik vind het niet slecht, omdat dat enerzijds leerrijk is dat hij 2 keer een beetje tegen zijn bek is gevallen. Dus ik vind dat niet zo slecht, omdat hij nu misschien wel de ervaring heeft gehad om het nu wel goed te doen bij club. Dus ik sta heel positief achter zijn kandidatuur, moet ik eerlijk toegeven. Ja, en het gebrek aan ervaring als T1,
Clément had dat ook, hè. Leko had dat ook. Voilà. Dus onze voorbije coaches, die hadden ook nog geen lange carrière achter zich. Dus die hebben ook geleerd. En die zijn ook altijd groter, beter geworden. Dus op zich is dat niet echt een argument om niet te nemen, denk ik. Nee, ja. Dat vind ik ook. En allee, als je kijkt voor hetzelfde, Clément, die heeft zelf nooit een slechte periode meegemaakt als coach. Voordat hij bij club aankwam, zowel bij Beveren als bij Genk, was direct twee keer boem erop. Ja. Die ervaring heeft Schreuder nu wel gehad bij Twente destijds. Dat was iets minder, maar dat ging ook, zoals Matthias zei, samen met de resultaten van de club ook. En bij Hoffenheim deed hij het eigenlijk goed. En is hij door eigenlijk oneenigheid met het bestuur de club verlaten. Dus maar het, dat inderdaad ervaring er wel genoeg is. Hè. Het mooie is wel dat hij achteraf blijkbaar heeft toegegeven dat hij misschien iets te impulsief heeft gereageerd om toch zijn ontslag aan te bieden. Hoor. En dat vind ik al blijk van een bepaalde mea culpa. Dat hoor ik graag en dat lees ik graag. Dus ja, ik zie het echt helemaal zitten met Alfred Schreuder. Hij heeft ook het voordeel dat hij gewerkt heeft met zowel de ervaren coaches als Michel Prudhomme, als Huub Stevens, Ronald Koeman. Maar hij heeft ook met die topcoaches van de nieuwe generatie, zoals ze zeggen, gewerkt. Nee. Zoals Nagelsmann, Ten Haag. Daarmee de halve finale van de Champions League bereikt. Ik denk dat hem zo van de twee werelden dan wel wat zal geproefd hebben. Dat hem best dat kan combineren. Dus hopelijk kan hem dat ook overbrengen op onze groepen. Dat hoor ik heel graag. Ja. Nu, Nico, je hebt je ook een beetje verdiept in het tactische element van Schreuder. Je hebt een beetje analyses gelezen over hem. Ja, wat kun je vertellen over hem als tactische coach dan? Of wat voor voetbal staat hij voor? Ja, de algemene teneur is toch wel dat hij gekend staat als een tactisch sterke coach. Hij legt veel trainingsvormen op tactiek uit op het veld. En de meeste spelers zijn er ook zeer lovend over zijn veldtrainingen. Het is ook duidelijk dat hij zich niet vastpint op één systeem. Hij kan gerust overschakelen van het een in het ander. Ook tijdens de wedstrijd zelf, overschakelen van een balbezit in 3-5-2... Een balverlies wordt dan snel een 5-4-1. Dus ik heb een interview met hem gezien waar hij ook spreekt van die beginformatie op zich. Dat is voor mij niet super belangrijk. Het is eerder de invulling en de taken die worden gegeven. Je kunt met 3 van achter beginnen, maar in balverlies moet dat dan helemaal omgevormd worden. Dus dat zijn dingen waar hij wel op hamert. Er zijn ook een paar zaken die mij opvielen bij Hoffenheim. Want hij heeft natuurlijk wel maar 2 ploegen waar hij echt de touwtjes helemaal in had, dus moeten we ons daarop baseren. En dat was vooral de minder lange ballen gebruiken. En ik heb nu toevallig de wedstrijd vandaag ook gezien tegen Karlsruhe. En dat was ook wel duidelijk dat die lange ballen achterwege bleven. Ook meer pressing op de verdediging van de tegenpartij. Dat viel mij vandaag ook meer en meer op. Dus dat zijn wel 2 grote zaken die ik al gemerkt heb. Ook wat ik gezien heb, en dat was misschien bij Clément ook wel een beetje, dat is niet te veel risico in spel zetten. Dus dat is misschien een beetje on-Hollands, maar liever nog een keer een pas breed dan een pas vooruit die veel risico op balverlies kan zorgen. Dus dat zijn ook wel zaken. Hij wordt op dat gebied misschien een beetje als een voorzichtige coach aanzien. Maar let er daarbij ook wel altijd dat het centrum goed dicht blijft. Dat is misschien de voorbije maanden ook een beetje ons probleem geweest, omdat het middenveld bijvoorbeeld met 1 diepe pas eenmaal open lag. En dat is wel iets waar ik ook op hamert. Als je de wedstrijden ziet van Hoffenheim bijvoorbeeld, die stonden altijd in positie. Er stond altijd een blok in het middenveld dat moeilijk te ontwrichten was. Dus dat zijn toch wel zaken die mij direct opvielen. Ook de 6 bijvoorbeeld, die had meestal een belangrijke functie. Dus die verdediging middenvelder, die kwam diep terugzakken om de bal op te eisen, om dan zo snel mogelijk de flanken te bedienen. De flankverdedigers gaan dan zo uit het veld dan breed en zo proberen ze dan rap de tegenstander een beetje uit te kappen. Dat is iets dat Anderlecht trouwens ook bij ons gedaan heeft, vond ik. Als ze bij ons kwamen spelen, ook hun centrale verdedigers dat dan bijna in de eigen baklijn de bal kwamen vragen, zodat onze spelers hoog druk zouden zetten en er een ruimte erachter valt. Dus dat zijn ook wel allemaal zaken die bij Schreuder toch wel opvallen als ik zijn wedstrijden van Hoffenheim bekijk. Dus dat is, ik ben benieuwd dat hem alles gaat kunnen overzetten bij ons. Maar ik vond wel vandaag, het is nog maar 1 wedstrijd natuurlijk, maar dat van de druk naar voren, die lange ballen dat achterwege blijven, dat was vandaag toch wel al te merken, vond ik. Iets wat mij minder aansprak, dat was iets wat Clément misschien ook wel soms durfde doen. Bij Hoffenheim heb ik gelezen dat
dat hij bepaalde spelers ook niet echt op hun positie zetten om hem aan het bestuur duidelijk te maken dat hij niet echt tevreden was met de diepte van de kern. Dus dat is bijvoorbeeld Skov, de topschutter, die heeft hij op linksachter daar gezet. De centrale middenvelder werd rechtsachter. En ja, dat was zo'n beetje... Er wordt gezegd dat het waarschijnlijk bedoeld was om aan het bestuur te tonen van kijk, ik moet het doen met wat ik heb. Dus ik zet ze daar om mijn systeem een beetje in orde te krijgen. Zet ik mijn beste spelers, ze moeten zich maar aanpassen. En ja, ik vond ook dat bij Clément misschien ook zo wel soms was dat de spelers niet echt op hun beste positie werden uitgespeeld. Alleen betwijfel ik of dat bij Clément de bedoeling was om iets naar het bestuur duidelijk te maken. Nee, dat misschien niet. Maar ja, het was wel iets herkenbaar, vond ik. Ja. Nu, als ik het zo'n beetje in grote lijnen versta, is het eigenlijk een beetje eenzelfde gelijkaardig systeem als van Clément, maar met andere accenten uiteindelijk. Hè? Ja, met andere accenten, misschien iets minder risico, iets meer berekend ook, iets minder ruimte laten voor de tegenstander, altijd voorzien zijn op de tegenaanval, wat bij ons wat minder het geval was. Zeker met gebrek aan snelheid bij ons achterin is dat toch wel ook een must. Maar ik denk wel dat het in vele lijnen overeenkomt. Ik denk alleen dat we tactisch wel sterker voor gaan staan onder Schreuder. Mm-hmm. Nu, de meningen over de komst van Schreuder, ja, die waren heel uiteenlopend. Daarom zijn we ook zelf wat meningen gaan sprokkelen. En daarvoor zijn we, net als vorig jaar, bij de komst van Bas Dost, opnieuw bij onze Nederlandse collega-podcastmakers van FC Afkikken. Ja, een berichtje gestuurd om te vragen wat zij denken over Alfred Schreuder. Een landgenoot van hem die bondscoach wordt. Zij kennen hem natuurlijk wel. We hebben een fragmentje doorgestuurd gekregen van Bruce Stol, een van de vaste hosts van FC Afkikken, over onze nieuwe coach. Dus we gaan daar nu een keer naar luisteren wat hij vindt van Alfred Schreuder. Alfred Schreuder staat er in Nederland eigenlijk best wel goed op. In zijn periode bij Ajax werd hij gezien als iemand die de veldtrainingen deed onder Erik ten Hag. Was een van de breinen die samen met ten Hag in de succesvolle seizoenen van Ajax het veldspel eigenlijk heel goed liet zijn. Is daar ook best wel om gewaardeerd. Er was ook vanuit spelers best wel veel positieve bewoordingen over hem. Bijvoorbeeld vanuit Hakim Ziyech. Die zei dat Schreuder best wel belangrijk was in de manier waarop er getraind werd. Daarna heeft Schreuder natuurlijk best wel veel ervaring opgedaan. Onder andere samen met Julian Nagelsmann en met Ronald Koeman bij Barcelona heeft hij een redelijk succesvolle periode bij Hoffenheim achter de rug. Waarbij hij ook echt werd gekozen omdat ze geloofden in zijn voetbalvisie. En daarom is eigenlijk in Nederland is iedereen er best wel van overtuigd dat dit een goede trainer kan zijn. De stap naar als assistenttrainer van Barcelona werd ook wel gezien als van oké, ja, er is een kans om bij Barcelona te trainen. Dus ja, misschien kan die niet laten. Alleen was eigenlijk altijd de verwachting dat hij als hoofdtrainer wel aan de slag zou kunnen gaan. Ik denk dat Club Brugge voor hem een hele mooie plek is. Ik bedoel, in Nederland staat Club ook wel bekend als een team dat heel graag wil voetballen. Dat heeft natuurlijk Clement ook wel voor elkaar gekregen. Er is natuurlijk heel veel aandacht voor vanwege de Nederlanders. Vooral vanwege Noah Lang natuurlijk. In onze ogen de grote ster bij jullie. En ik denk dat in alles eigenlijk Schreuder kan doorzetten waar Club Brugge mee bezig is. En dan hopelijk betekent dat dit seizoen dat de titel weer veroverd kan worden. Daarom zullen er nog wel wat puntjes ingehaald moeten worden op Union. Maar met Schreuder heb ik er eigenlijk stiekem wel vertrouwen in dat dat gaat lukken. Hoewel ik als Feyenoorder natuurlijk stiekem hoop dat Bart Nieuwkoop kampioen wordt. Maar dat mag ik bij jullie eigenlijk niet zeggen natuurlijk. Veel succes met de podcast. Voilà, dat was Bruce Stol van FC Afkikken. Zeker een podcast om te luisteren of te beluisteren als je meer wilt weten. Zeker over het Nederlands voetbal. Heel geanimeerd altijd. Toch best lovende woorden, hè, Matthias, van Bruce? Ja, uiteindelijk de woorden dat je verwacht van onze Nederlandse vrienden. Ik denk ook dat hij over het algemeen heel positief is. Het zijn ook dankzij deze opnames van onze Noordervrienden dat we echt wel meer kunnen weten over Alfred Schreuder. En ja, zoals hij aanhaalt, hij heeft de hele grote trainers gekend. Hij heeft de wat meer moderne trainers gekend. En zijn kwinkslag over Bert Nieuwkoop verrast mij niet, want het is natuurlijk Bruce is een op- en top Feyenoord van natuurlijk. Maar ik denk wel dat hij onze titel gunt. En als hij die meer gunt dan Anderlecht, dan is dat al helemaal goed.
voilà, ben helemaal mee akkoord. Nu, Bruce had het er net ook al aan. Ja, Hakim Ziyech, ja, die was ook zeer lovend over Alfred Schreuder. Ja, op het moment dat Schreuder daar trainer of assistent-trainer was bij Ajax, was het jaar dat ze de halve finales haalden van de Champions League met een fenomenale Ziyech. Ik herinner me nog een hat-trick op Real Madrid, denk ik. 1-4 was daar gewonnen. Onwaarschijnlijke wedstrijd. Dat was toen echt de draaischijf ook van dat Ajax. En we hebben ook nog een fragmentje teruggevonden van de NOS, met dank aan Nico, die heeft dat teruggevonden via zijn FCB-tube. Waarin dat Ziyech praat over Alfred Schreuder en wat dat toch voor een belang heeft gehad in zijn carrière. Dus laten we daar samen ook eventjes luisteren naar wat dat Hakim Ziyech te zeggen heeft over Schreuder. Over trainers gesproken. Uh-huh. Wie zijn de belangrijkste trainers voor jou geweest? Alfred Schreuder staat bij mij wel op één, denk ik. En Peter Bos, denk ik. Alfred Schreuder? Waarom Alfred Schreuder? Je zegt nog op nummer één. Ja, die klik die je dan met bepaalde mensen of trainers hebt, die was gewoon bij mij, tussen mij en Alfred was dat gewoon perfect. Kijk, bij sommige mensen heb je een bepaald gevoel die het beste uit je naar boven halen. Weet je, en daar hoeft niet eens heel veel woorden aan vuil gemaakt te worden. Dat is gewoon puur een gevoel wat je met iemand hebt of een klik wat je met iemand hebt. En de vrijheid die je bij iemand hebt. En ja, die vrijheid die hij mij gaf, heb ik wel enorm goed gebruikt in de zin van heb ik het uiterste uitgehaald. Ja, dat is gewoon een fijn. Dat was Hakim Ziyech. Ja, Matthias of Nico, als je het beste in Hakim Ziyech naar boven kan halen, dan ben je toch geen slechte coach, denk ik. Je speelt nu bij Chelsea, dus dat wil toch iets zeggen. Ja, dat zijn mooie woorden. En dat doet mij een beetje geloven dat hij misschien in Noah Lang ook nog iets meer naar boven gaat krijgen. Misschien dat hij een beetje in dezelfde rol kan zien als Ziyech destijds. Ja, Ene Frank Raas zou zeggen, die kennen elkaar, hè. Voilà, het is dat. En het was niet alleen Ziyech, ook Messi heeft lovende woorden over hem al gehad over zijn veldtrainingen. Dus ja, ik denk wel, dat zijn toch niet de minsten die positief over hem spreken. Dus nu is het alleen hopen dat hij het bij club ook kan tonen, hè. Ja, denk je dat hij Noah Lang ook nog naar nog een hoger niveau gaat kunnen tillen, Matthias? Ja, ik denk het wel. We spraken net over Ziyech. Er zijn nog spelers, hoor. Ik denk spontaan aan Tadic, Frenkie de Jong, Messi. Dat zijn blijkbaar ook allemaal spelers. En dat zijn niet van de minsten die unaniem absoluut lovend zijn over Alfred Schreuder. Dat kan ons enkel maar warm maken om het voetbal dat we gaan zien krijgen op Jan Breidel. En om terug te keren op Noah Lang. Ik denk dat het Noah Lang werd sowieso, had een heel goede relatie met Clément. Soms een klein beetje verzuurd met die paar wissels, maar aan zich was het wel. Clément gaf hem meteen het vertrouwen en gaf hem redelijk wat vrijheid op het veld ook. Dus chapeau Clément daarvoor. Maar ik denk dat zo op een Noah Lang geeft het een extra boost en motivatie om terug een bekend gezicht te zien. En wie weet zal het misschien zelfs een transfer uit zijn hoofd laten gaan in januari om nog een keer 6 maanden alles te geven voor club en daarna pas te vertrekken. Dus ik zie het heel positief in en ik denk dat Schreuder ook echt Noah Lang ziet als de absolute draaischijf om club naar een zoveelste titel te loodsen. Dus ik denk wel dat ze elkaar gaan vinden, die twee. Laat ons hopen, hè. Ik hoop het alvast met je mee, Matthias. Nu, over de komst van onze trainer. Ja, daar waren, zoals ik net zei, ja, veel reacties op. Ook het supportersforum Stam nummer 3, ja, dat ging helemaal los bij de komst van Alfred Schreuder. Wat waren zo'n beetje de reacties van de mensen eigenlijk daar? Redelijk positief. Misschien de eerste reactie was meteen van ik had gehoopt misschien op een grotere naam of een iets meer... Ja, een naam die wat doet dromen, zoals een Xabi Alonso of iemand anders. Maar als je nadien opzoekingswerk doet, dan heb je wel een fijn gevoel. Hè. Hij kan 3-5-2 spelen, hoge pressing, compact en overbevolkt middenveld. Geen lange ballen meer, zoals Nico zei. En vooral die soort referenties of feedbacks van niet enkel van spelers, gelijk een Ziyech, een Tadic, een Messi, etc. Maar ook vooral, zoals Mannaert zei in zijn interview, de background check die ze hebben gemaakt, niet enkel bij een Prudhomme, maar ook bij een Nagelsmann enzovoort. Ja, iedereen was unaniem lovend en dat hij het absoluut kan en gaat maken als T1. Dus
De tendens is heel snel omgekeerd van een beetje achterdochtig en twijfelend naar we gaan ervoor en we zijn positief. En vooral, het geeft een nieuw boost en een nieuw elan aan dit club die het brood nodig had om het tweede seizoen zelf aan te vatten. Dus al wel positief op het forum, alvast. Ja, Nico, je lanceert op je eigen Twitter ook een vraag aan je Nederlandse volgers. Wat zij vinden van Alfred Schreuder? Wat kwam daar bovendrijven qua reacties? Ja, de meningen zijn verdeeld. Maar goed, dat is ook niet abnormaal. Want als het bijvoorbeeld op sociaal media ging de laatste maanden over Clément, dan zie je ook al heel veel meningen die serieus verschillen. Dus ja, ik denk dat iedere supporter een beetje naar zijn eigen ploeg gekeken heeft. Het waren vooral de fans van Twente die niet zo positief waren. Die vonden dat dat hij een beetje angsthazen voetbal spelen met tiki breed en terug, zeiden ze op het Nederlands. Hij zou ook als assistent van alles naar de media gelekt hebben. En dan is onder grote druk van de fans toen ontslagen. Dus dat was iets dat bij enkele Twente fans toch altijd terugkwam. De fans van Vitesse die zijn er redelijk positief over. Die zeggen als assistent dat hij een hele goede indruk heeft nagelaten. Als eindverantwoordelijke heeft hij bij Twente niet al de beste resultaten geboekt, zijn fan van Vitesse. En dat is ook zo. Natuurlijk stellen ze zich ook de vraag, als eindverantwoordelijke, gaat hetzelfde zijn als assistent? Ja dan nee. En de Ajax-fans die hem ook gestuurd, die zeiden, ik ben erg positief over zijn tijd bij ons. Hij was altijd een man met het plan B in handen als het niet lukte. Een plan B dat Den Haag zelf toen niet had. Dus het was eigenlijk meer Schreuder die het plan B bedacht als het oorspronkelijke plan niet zou werken. En hij zei ook nog eens, spelers konden ook altijd goed overweg met hem, zoals ik vernam. Dus dat is wat we daar straks effectief al zeiden van Ziyech en van Tadic. Dus de meningen waren in het algemeen wel positief. Er was nog een andere bekend Nederlands account dat mij geantwoord had dat zij verwacht geen spektakel, maar wel verzorgd en misschien voor Nederlandse begrippen een beetje saai voetbal. Hij heeft oog en aandacht voor zogenaamde lastige, maar ook voor gewoon de jonge spelers. En het is een fatsoenlijke en realistische opbouwtrainer met een plan. Maar een extraverte assistent zou kunnen helpen. Dat is de laatste comment die ik gekregen heb. Direct een goede tip die hij mee heeft gekregen. Hè? Want het zijn ook twee assistenten die meekomen, hè, Matthias, bij ja. Schreuder. Daniel Zenkovic en keepertrainer Carlo Lamy. Ja, dat zijn toch ook jongens met goede reputaties, hè? Absoluut. Opnieuw, als je daar een korte backgroundcheck over doet, dan zie je dat Daniel Zenkovic heel even interim hoofdtrainer is geweest bij Werder Bremen. Het is vooral een ex-Ajax beloftecoach, dat is altijd positief. Hij is nog maar altijd maar 34 jaar, wat heel jong is natuurlijk. Nu, er is geen leeftijd op topcoach, we zien het bij Nagelsmann bijvoorbeeld. En vooral, dat is iemand die opgeleid is geweest in de geroemde Red Bull-school. En dat zal vooral voor Bart en Vincent heel positief klinken, want die zijn daar verzot op de Ajax-combinatie samen met de Red Bull-combinatie. Dus van Daniel Zenkovic kunnen wij denk ik wel die portie grinta verwachten, zoals Nico zei, van ja, het is wel belangrijk dat hij een goede T2 heeft die hem gaat challengen. En daar waar ik misschien een klein beetje het gevoel had soms bij Van Rumst en Ives, dat ze niet genoeg Clément konden challengen en echt wel hun mening konden geven. Ik denk en ik hoop dat dat bij die Zenkovic wel het geval gaat zijn. En Carlo Lamy, we zagen hem trouwens net na die match met Karlsruhe, dat hij nog wat aan het babbelen was met Ricardo van Rijn. Want Van Rijn speelt bij Karlsruhe en die kennen elkaar van Ajax natuurlijk. Maar natuurlijk, Carlo Lamy, ja, wie heeft hij gecoacht? Stekelenburg, Sillessen, Onana. Ja, dat zijn niet van de minste keepers natuurlijk. Het is wel belangrijk dat Mignolet daar een goede klik mee heeft, want ja, zoals ik zei, Mignolet had een heel goede klik met De Boever. En blijkbaar was hij echt een heel goede keeperscoach. Maar van Carlo Lamy kunnen wij veel verwachten. 13 jaar keeperstrainer geweest bij Ajax van 2007 tot 2020. Daarna is hij eventjes in de zandbak geweest. Maar ja, van Carlo Lamy kunnen wij ook zeker een portie ervaring verwachten. En van Zenkovic misschien een beetje de jeugdige en de modernere coach van de Red Bull school. Dus het ziet er goed uit. Ja, Schreuder heeft er destijds ook samengewerkt met Michel Preud'homme bij FC Twente, was daar ook assistent. Nico, ik kan me niet inbeelden dat Vincent en Bart vragen
niet een keer naar Michel gebeld hebben. Ja, ik kan me dat ook moeilijk inbeelden. Ik denk dat Van Aert het in een interview ook heeft aangegeven dat hij nu niet speciaal gebeld heeft, maar wel jaren geleden al, als ze hun zogezegde database hebben aangelegd met comments en feedback van andere coaches over hem. Daar heeft hij toch wel aangegeven van ja, we hebben toen wel Michel gecontacteerd. Maar ik kan inderdaad ook moeilijk geloven dat hij nu niet nog eens gepost geweest is van wat denk jij? Want ik hoor toch wel links en rechts dat Michel toch nog altijd hier en daar eens wat tips geeft aan vragen. Dus het zou me inderdaad niet verbazen. Mm-hmm. Ja, Mathis, je hebt soms nog contact met Gillian. Denk dat je dat verhaal misschien wel kan bevestigen, of niet? Ja, Gillian probeert het niet te hard te bevestigen, maar natuurlijk als de klokkenpodcastgast kan hij toch iets lossen. En inderdaad, hè, Prudhomme heeft nog altijd een goede band, een uitstekende band. We weten allemaal de oprechte liefdesrelatie tussen Bart Vincent en Michel Prudhomme. En natuurlijk heeft Michel info doorgegeven aan Van Aert en aan vragen. Het was ook te lezen in de media blijkbaar dat hij een uitstekende analyse had gegeven, als misschien kan je het zien als een advisor aan club over Collado en over Noah Lang. En blijkt achteraf dat de analyse van Schreuder over Noah Lang tip-top tot in de puntjes klopte. Dus dat heeft misschien ook het bestuur wat aangewakkerd van, ja, die Schreuder die zijn we nog altijd niet vergeten. En Collado, ja, was ook blijkbaar een type van Alfred Schreuder, want hij kent hem natuurlijk van Barcelona. Dus wie weet, misschien in de toekomst krijgen we nog leuke talentjes van Ajax of Barcelona naar clubs. Zal allemaal mooi komen. Meegenomen zijn. Ja, laat maar komen. Dus we weten altijd, als we een toptalent uit Nederland krijgen, dat vaak bunker op is. Dus laat maar komen. Ja, de laatste job die Schreuder heeft gehad, dat was als assistent bij FC Barcelona. Is daar een goed jaar aan de slag geweest, of een klein jaar aan de slag geweest. Samen met Ronald Koeman, dat was een beetje de Nederlandse delegatie, daar werd neergezet. En was ook nog, ja, tot deze zomer Messi getransfereerd werd naar Paris Saint-Germain, ook trainer van Messi. Nico, die was wel lovend over de veldtrainingen van Schreuder. Die had ook bepaalde oefeningen dat zelf Messi nog nooit had gedaan. Dus ja, dat zegt toch ook weer heel veel. Hè? Ja, inderdaad. Ik heb het interview nog ergens teruggevonden ook van Messi, en hij zei daarin ook van er wordt op tactisch vlak heel goed getraind en er werden bepaalde principes ook ingestuurd zodat je het nooit niet zou vergeten, maar altijd wel op een goede manier, niet tot herhalings toe, maar soms op een speelse manier, en het zou toch leren om bepaalde principes in die kern te krijgen en ook heel veel met bal, dus niet te veel alleen wel fysiek werk, maar niet zo, gewoon saai lopen, altijd wel met een gedachte erachter. Dus ik denk wel dat de spelers de nieuwe manier van trainen ook wel zullen leuk vinden. Ook een keer afwisseling na een paar jaar met dezelfde coach zal hen zeker deugd doen. En ik hoop daarbij ook vooral dat de motivatie zal terugkomen, want we weten nou allemaal, als je met veel plezier gaat werken, straalt zich dat ook af op het veld natuurlijk. Hè. Ja. Over die aanstelling destijds bij Barcelona als T2 heeft Nico opnieuw een fragment ook gevonden van Ronald Koeman, die zich uitspreekt over Alfred Schreuder. Het is ook het laatste fragment van vandaag, maar ik denk dat het ook wel een keer interessant is om te luisteren wat Ronald Koeman vindt van onze nieuwe hoofdcoach. Je gaat op zoek naar een tweede man. Je gaat toe, je zoekt naar iemand met ervaring in veldtrainingen. Nou ja, mijn informatie, en ik ken hem redelijk, ook via Erwin, die nog met hem gewerkt heeft toen hij speler was. Nou ja, en ik wist natuurlijk ook zijn invloed in de periode van Ajax. De spelers waren altijd zeer positief over hem. Hij is assistent van Nagelsman geweest. Dat is wel misschien wel de coming man ja, in de trainerswereld. Dus heeft heel veel ideeën. Ja, en ik heb ook geleerd dat een iets meer een managersrol mij het beste ligt. Mm-hmm. En de rol die hij kan vervullen ligt denk ik het beste voor hem. Ja, mooie woorden van Ronald Koeman, Nico. Ja, zeker. Mooie woorden al vandaag gehoord over Schreuder. Al veel mooie woorden gehoord. Misschien juist de laatste zinnetje, dat misschien de rol van... Ja, dan geeft hij toch misschien aan dat de rol van T2 misschien meer gepast is. Dus wel bij FC Barcelona, ja. Wel bij Barcelona natuurlijk. Het ene FCB is het andere niet, hè. Dus,
Nee, maar ja, zoveel verschil is er niet, hè. Nee. Nu heeft al nog een andere FCB wel ja, linksafleiding, want ja. Bij FC Basel heeft hij niet getekend, hè, destijds. Ja, allee, ja, dat is nog altijd redelijk, allee, ja, toch redelijk straf ook, dat hij dan Basel, want het is nog niet zo lang geleden, dacht ik, hè, dat hij Basel heeft geweigerd om... ja, omdat hij blijkbaar, had ik gelezen, maar ik weet niet of dat het klopt, dat hij niet zag zitten om in het midden van het seizoen daar te beginnen, omdat hij liever heel de voorbereiding wou meemaken. Ik weet niet of dat gerucht klopt of niet, maar bij ons willen dat dan blijkbaar wel, dus ja, er zal toch een reden zijn, zeker. Ja, ik denk dat dan de overtuigingskracht van Bart en Vincent, Mathis? Ja, ik denk dat het tweeledig is. Ik denk dat, dat Bart en Vincent een verhaal ongelooflijk kunnen brengen, naar voren kunnen brengen. Ik denk ook dat ze alle drie Nederlandstalig zijn, wat ook wel een pluspunt is. En vooral, het geeft opnieuw een verhouding op de manier waarop club ongelooflijk is gestegen. In de hoofden van alles en iedereen in het topvoetbal. Of in de topsport in het algemeen. En dat Basel toch serieus is afgegleden. Hè. Ze hebben echt wel een diepe financiële crisis gekend. Ze waren de absolute top 2010 tot 2015. Maar ze kennen al sinds 3, 4, 5 jaar een absolute financiële crisis. En dat heeft misschien ook het verschil gemaakt tussen... Ik hap toch toe bij een club als Club Brugge. Maar bij Basel ga ik mij misschien nog niet aan wagen, want ja, het is nog niet stabiel genoeg. Dus ja, 5 jaar geleden dacht iedereen van Basel is toch wel beduidend hoger aangeschreven dan Club. Maar de verhoudingen zijn nu wel duidelijk omgekeerd. Bij deze. Ja, en gelijk dat je zegt aan Nederlands, dat is wel inderdaad een positief punt dat Mannaert ook aangegeven in zijn interview. Hè. Dus ja. Om snel resultaten te boeken, het is toch wel belangrijk dat je de coach verstaat. Ook misschien het feit dat hij bij Barcelona getraind heeft, dat zijn Spaans misschien ook wel goed zal zijn, dan denk ik aan spelen. Sava, ik heb een interview gezien en het schijnt dat hij voetbal Spaans kan. Ja, dat is dan gelijk Clément voetbal Frans spreekt waarschijnlijk. Zoiets. Maar ja, wel vloeiend Engels. Ja, maar ja, ik denk misschien, hij kan dan toch al vlotter communiceren, denk ik, met Rika, met Balanta, met Perez bijvoorbeeld. Dus ik denk wel voor die jongens dat ook wel aangenaam zal zijn. Nee, dat is zeker een meerwaarde. De club is ook momenteel ja, op winterstage in Marbella. En zoals we daarnet zeiden, was de eerste oefenmatch er ook al tegen Karlsruhe. Vroeger Bundesliga-ploeg, nu tiende in de tweede Bundesliga. Nico, je hebt de match zo goed als volledig gezien. Wat vond je van de wedstrijd? En welke spelers sprongen er toch uit onder die eerste match in leiding van Alfred Schreuder? Ja, het resultaat is niet echt denderend. 0-0, daar moeten we niet flauw voor doen. Maar dat is ook niet het belangrijkste tijdens een oefenwedstrijd. Het was voor mij meer te zien om te zien of dat alle principes, of er al bepaalde zaken, accenten duidelijk waren in het spel. En zoals ik daar straks al aangaf, bepaalde zaken zijn toch al duidelijk te zien, zoals die lange bal dat wegbleef, die pressing dat ze proberen te zetten, de 6 die wat dieper komt terugzakken. Dus dat waren wel dingen die ik al, ik zeg niet altijd, maar toch vaker zag. Vooral die lange ballen was heel opvallend. En Mechelen heeft na de wedstrijd ook aangegeven dat de coach daar echt op hamert van niet te veel de lange bal te gebruiken. Dus dat zijn wel bepaalde dingen die al opvielen. En welke spelers sprongen niet door, dan vond ik... Charles vond ik geweldig in de tweede helft op de nummer 10. Die deed dat achter Dost. Ja, dat was echt... Ja, die heerste echt op het middenveld eigenlijk als... Ja, tussen 10 en valse nummer 9 eigenlijk. En ja, dat vond ik hem echt fantastisch goed. Voor de rest vond ik ook dat Nusa heel veel opviel. Ja, ik heb hem ook gezien. Ja, hè, dat was echt... Ik denk, die heeft techniek, die heeft snelheid. Ik denk als die binnen een paar jaar misschien nog wat meer body kan kweken, wat meer overzicht kan krijgen, dan hebben we echt een extreem wapen op de flank. En dat hebben we nu ook bijgekregen met Buchanan, want die viel mij ook wel op in deze. Dat was zijn debuut, hè? Ja, hij heeft het goed gedaan, vond ik. Jammer dat hij niet scoorde bij die ene kans die hij daar kreeg. Maar je ziet direct zijn kwaliteit en hij heeft die snelheid, hij heeft een actie. Ik vond ook dat hij mee verdedigde. Dus ik denk wel dat ook een wapen op rechts zal zijn. Dus die viel mij ook zeker op. Voor de rest heb ik ook Otasowi een beetje in het oog gehouden. Ik vond dat hij goed gestart was in de tweede helft. Maar daarna viel hem wel een beetje weg, vond ik. Ik vond dat hij zich een beetje verstopte soms. Het is wel een imposante verschijning.
Zeker. Dus het is niet dat hem gemakkelijk weg te stoppen is. Maar ja, ik heb wel de indruk bij hem dat hij nog fysiek een serieuze achterstand heeft. Dat hij moeilijk heeft nu maar één helft gespeeld, maar dat zelf al limiet was om echt 45 minuten te kunnen gaan. Natuurlijk, ze hebben ook getraind in de voormiddag. Dus dat speelde ook allemaal wel mee. En ja, ik had helaas ook wel één tegenvaller. En dat was Mawasa. Die vond ik echt bijzonder zwak in de eerste helft. Die werd geregeld gepakt in de rug. Zijn positiekeuze was niet goed. Die won bijna geen enkel duel. Enkel de laatste minuten in de eerste helft viel hem goed mee. Maar voor de rest viel hij me toch wel zwaar tegen, moet ik zeggen. En aan de overkant vond ik dan Persijn toch iets beter. En ik hoop dat die er toch een beetje doorkomt. Ook zodat we eindelijk toch een deftige alternatieve voor Matta. Ja, want die speelde rechtsachter Persijn. Dat was ook een beetje opvallend. Ik denk dat het ook zijn debuut was bij de club. Want die heeft nog letterlijk geen minuut gemaakt bij de eerste ploeg. Ik ben niet zeker. Nee, hij heeft inderdaad nog nooit gespeeld. Nee. Bij Club A bedoel ik, maar bij Club Next wel. Ja, bij Club Next wel. Ja. Maar inderdaad, zoals Nico aangaf, blijkbaar waren er een paar forummembers aan het lachen op stem nummer 3, dat zo de man is van 30 minuten en dat daarna zijn vat helemaal lef is. En dat bleek ook waar te zijn, blijkbaar. Dat hij 30 minuten op een redelijk goed niveau was, maar dat hij nadien echt wel fysiek helemaal stik kapot was. Zoals Nico aangaf, waarschijnlijk een harde training in de voormiddag en dat is nooit leuk in de benen. Maar dan nog, dan verwacht je wel dat hij een helft aan kan in een vredelde oefenmatch tegen Karlsruhe. Dus ik hoop echt wel dat het potentieel eruit komt. Want ja, Club heeft er toch 4 miljoen voor neergeteld. Mawasa ook 4 miljoen voor neergeteld. Dat zijn spelers die komen toch van Wolverhampton en van Rennes. Dat zijn toch niet de minste clubs. Dus ik mag hopen dat het goed en positief uitdraait, want anders is het een serieuze sneer naar de scouts van Club. Want het was wel algemeen geweten, nu mogen we het bijna zeggen eigenlijk, dat Clément niet per se heel grote voorstander was van beide spelers. Maar nu moeten zij het absoluut tonen onder de nieuwe coach. En het wordt cruciaal, want als je 8 miljoen neertelt, en dan reken ik nog niet de 9 miljoen van Soa, die ik natuurlijk veel beter zie uitgespeeld worden in een centrale rol als nummer 8 of als nummer 10. Maar die drie spelers moeten er toch een klein beetje doorkomen, want anders wordt het een linkverhaal. Ja, want het is nu echt het moment van doorlichting, hè, de komende 2 weken, Matthias. Ja. Want Schreuder staat er ook niet onbekend om graag te werken met gigantische kernen. Daarvoor is hij ook in ruzie gekomen destijds bij Hoffenheim. Ja. Dus er gaat wel een beetje doorgeselecteerd worden, hè, denk ik. Ik denk het ook. Ik denk dat het uitkijken wordt naar de evolutie van, zoals we zeiden, Otasowi, Soa, Mawasa, Rika. Dat is ook een belangrijke. Ik denk dat hij zeker van nut kan zijn in een driemansverdediging, Rika. Dat is ook zijn beste positie. Wat zal er gebeuren met Bas Dost en Ruud Vormer? Blijkbaar was Bas Dost ook heel afwezig in de match vandaag. Nu, dat wil niet alles zeggen, maar... viel mee. Ja. Ik vond dat Vormer meer afwezig was dan Dost eigenlijk. Ja. Oké. Maar ik ben nog altijd heel nieuwsgierig of dat we Dost opnieuw echt wel aan de praat kunnen terughalen eigenlijk in deze tweede ronde. Hoe verloopt de integratie van Buchanan? Maar dat zie ik echt wel helemaal positief uitdraaien. Buchanan is ook echt wel de man die op rechts het verschil zal mogen maken samen met Charles en Noah voorin. En dan vooral ook de ontwikkeling, en daar ben ik heel nieuwsgierig van de next talenten. Hè. Ik denk aan Persijn en Mbamba, die vandaag 17 geworden is. Dat is heel spijtig dat hij niet mee kon gaan naar Marbella. Noussa en Cisse Sandra, hè. Dat zijn zo'n beetje de 5 speers waar ik echt wel naar uitkijk. En na de uitgebreide analyse, zoals Manart zei, dat zal nu 2 weken duren. En vanaf 15, 18 januari zal er echt wel... conclusies worden getrokken van wie valt er compleet naast de ploeg en wie moeten zij erbij halen. Ik denk dan spontaan aan een nummer 8. Ik denk aan een extra centrale verdediger. Ik denk eventueel aan een diepe spits of een flank. Maar ik denk wel dat er 1 à 2 transfers wel moeten gebeuren op het einde van de Mercato. Denk ik. Nico, zie je veel gebeuren in de Mercato deze winter nog? Nee, ik verwacht niet heel veel eigenlijk. Ik zou misschien wel enkele spelers uitlenen. Ik denk aan een Perez bijvoorbeeld, Van der Bremt. Dat zijn toch jongens die in mijn ogen
toch nog een beetje tekort komen. Alhoewel dat Perez vorig jaar wel al goede dingen laten zien heeft. Maar ik denk dat een uitleenbeurt voor hem perfect zou zijn. En dan zou ik er toch wel graag nog een extra spits bij hebben. Als zowel Wesley nu vertrokken is, als Perez dan zou misschien uitgeleend worden. Dan zou ik er toch wel graag een spits bij hebben. En ja, graag ook een voetballende centrale verdediger. Zou dat ook geen overbodige luxe zijn, denk ik. Want ja, ik vind dat je natuurlijk, met Henry die staat er nu wel. Ik heb vandaag een sokkie bezig gezien. Ja, die, ja, ik vind dat je ziet dat die talent heeft, maar ja, toch zo. Op zijn sokkies. Ja, weer een paar keer zo nonchalant dat de bal terugspeelt. En, exact. Ja, tenzij dat Schreuder dat daaruit krijgt, dat zou perfect zijn. Maar ja, ik zou toch graag nog een voetballende centrale verdediger erbij zien ook. En zoals dat Matthias ook al aangaf, op de 8, dat zou toch ook geen overbodige luxe zijn om daar iemand te hebben. Zoals dat we al zeiden, is het afwachten wat ze met Silva gaan doen. We zijn daar straks al enkele spelers van Club Next. Ik wil daar ook nog Adoor aan toevoegen. Die heeft vandaag ook, vind ik, een degelijke tweede helft gespeeld. Ja, ik vond het toch. Dus ik denk wel dat hij misschien ook wel zijn kansen zal krijgen. En dat zijn jongens die toch wel, die zou ik dan eerder houden, gelijk naar Cisse Sandra, gelijk naar Adoor. En andere zou ik dan gelijk Perez van der Bremt, die zou ik dan toch eerder uitlenen. Ik heb ook het gevoel dat een spits cruciaal is, want je gaf net aan, Nico, Charles was outstanding in die rol van nummer 10, 9,5. En blijkbaar speelt Schreuder wel soms 3-1-5-1, waarbij dat Charles echt perfect zou passen in de schaduw eigenlijk van een diepe spits. Dus ik denk dat die spits wel een... En ik hoop dat het een prioriteit is deze winter. Ja. Ja, we zullen zien wat er ook nog allemaal beweegt, denk ik. Want ik zou een Bas Dost ook niet afschrijven bij club. Want nee. Met een Nederlandse coach. En het probleem was dat hij niet echt paste in het systeem, Clément. Maar als je keek puur naar de stats, naar zijn expected goals, naar zijn expected kansen, zat hij bij de allerbeste van de competitie nog altijd. Zelf dit jaar. Dus en Buchanan, ik denk dat we er echt nog heel veel aan kunnen hebben. Buchanan kan natuurlijk ook een goede voorzet trappen. En dat is echt wel een wapen. En zowel ja, als je dan Bas Dost in de 16 hebt staan, Je moet er gewoon in hebben die ze binnenkopt. En dat kan die wel. Of binnentikt of whatever. Ja, en dat is misschien beter om de tweede spits eigenlijk een iets ander type te hebben, een beetje sneller. Het is misschien raar voor het zeggen, maar dan een type Openda. Ja, dat missen we eigenlijk echt in de kern. Hè? Ja, maar echt zo'n snelle spits, allee, dat is toch iets dat we zouden kunnen gebruiken, denk ik. Ja, denk ik ook. Nu, wat ik wel ook opgevangen heb, we hebben een paar bronnen hier en daar binnen de club en binnen de ploeg, Matthias, dat er wel gewoon met de komst van Schreuder echt ook een positieve vibe doorheen heel club gaat. He. Dat het echt voor iedereen een bladzijde die omgeslagen wordt en een nieuwe start. He. Ik denk dat wel heel positief is ook. Ik denk dat dat, zoals ik zei van in het begin, zoveel Club Media House voor het bestuur, voor de spelers, voor iedereen, dat geeft een nieuwe boost, een nieuwe elan. En vooral als de coach hamert op zaken dat Clément misschien veel minder op hamerde. En dan denk ik van die pressing en van te stoppen met hoge ballen of lange ballen te trappen. Dus ik zie het helemaal goed komen. En het mooiste van allemaal zou zijn dat die slechte transferperiode van Mannaert van de zomer, die momenteel toch wel echt gebuist is, kunnen wij zeggen, dat die toch wel wordt rechtgetrokken door Schreuder. Dat zou gewoon fantastisch zijn. En dat zou ook aantonen dat Schreuder echt wel een topcoach is. Dus kijk er geweldig naar uit. Ja, je zei dat straks even Club Media House. Ik wil toch nog even een bloemetje werpen naar hen voor de uitzending weer van vandaag. Toch wel weer prachtig in beeld gebracht, hè. Professioneel, goed omkaderd. Goede commentator ook. Ja. Dus Eleven kan er soms nog een keer iets van valeren, denk ik. Het is eigenlijk... ja. En als je dan ziet dat dat maar voor een oefenmatch is dan uiteindelijk... Ik vind het toch wel heel knap gedaan, eigenlijk. Ja. Nee, zeker. Zeker. Heel goede commentatorkeuze. Ja. Ik heb misschien nog juist één quizvraagje voor jullie. Dat doe ik graag. De hoeveelste Nederlandse coach is Schreuder bij ons? Ik weet het antwoord. Ja. Zes, inderdaad. Zes. Ik kan er wel een paar opnoemen, denk ik. Nee, zeven? Alle twee mis dan. Vijf. Oeh. Het is de zevende. De zevende, Kun je er een paar opnoemen? Of, Koster. Adrie Koster. Grijzenhout. Ja. Henk Kouwaard. Ja. Ja. De anderen zijn nog van nog daarvoor. Hè. Ja, dan er zijn van dat eind jaren
60, begin jaren 70, hebben er eigenlijk drie Nederlanders elkaar zo'n beetje opgevolgd. Dat was Frans de Munk, eind jaren 60, die opgevolgd werd door Leo Canyels. En dan was er Jacques de Witt. En dan inderdaad was eind jaren 70 was Han Grijzen uit. En dan natuurlijk voor ons de meest bekende Henk Houwaert en Adrie Koster. Dus Houwaert heeft ons kampioen gemaakt, heeft een beker gewonnen. Koster heeft ons niks opgeleverd, dus ik denk... Wel spectaculair voetbal, hè? Spectakel. Ja, ja, veel goals voor en veel goals tegen. Dus ik... ja, het is te hopen dat hij het dan beter doet dan Koster, hè. Ja, denk ik ook wel. Waarschijnlijk. Ik denk dat Koster ook assistent was bij Ajax, niet? Ja. Of beloftecoach? Iemand ja. Weet alleszins. Ja, ja, ja. We gaan maar zwijgen, hè. Nee, het is dat. We gaan niet jinxen voor Alfred Schreuder. Nee. Nee. Voilà, bedankt voor het leuke quizje. We zijn ook helemaal op het einde van onze aflevering gekomen. Normaal was de bedoeling om het binnen het half uur te doen. Ik zie dat we, ja, om het op zijn Gilles de Kosters te zeggen, het is spectaculair mislukt. We zitten over een uur in tussentijd weer al. Dus ik ga jullie bedanken voor er opnieuw bij te zijn. Matthias, bedankt. En 24 januari hebben we een special. We gaan nog niet zeggen met wie. Nee. Maar dan komt de volgende aflevering online. Hè? Ja, het was 2 dagen voor... Club Union. Ja, nee, nee. Ja. Union. Union. Union, gelijk de Nederlanders zeggen. Met ja. Bart Nieuwkoop. Voilà. En ook Nico, bedankt om er opnieuw bij te zijn. We hebben ook al een paar leuke gasten geboekt voor 22. Ja, ik ga ze ook nog niet vernoemen, maar inderdaad, ja. er liggen er al een paar vast en gaat heel mooi worden. Dat zie ik ook mooi. Ik ben 100% zeker van. Ook wil ik Bruce Tol van FC Afkikken nog eens bedanken voor zijn bijdrage aan deze aflevering. En de NOS, dat we toch die fragmenten hebben gebruikt. We hebben niet gevraagd, maar hopelijk nemen ze ons dat niet kwalijk. We hebben het al een paar keer vernoemd in de plaats. Je kan ons nog altijd volgen op Instagram met De Klokkenpodcast. En ook op Twitter met @deklokkenpodcast. Mailtjes kan je sturen naar deklokkenpodcast@gmail.com. Op Spotify kan je ons followen. En Eureka, we hebben vandaag 1000 volgers op Spotify ook gehaald. Dus bedankt. Aan alle luisteraars om ons zo massaal te volgen. Maar de mensen die het nog niet gedaan hebben, klik zeker op die follow-knop. Je kan ons trouwens ook tegenwoordig op Spotify een rating geven. Momenteel zitten we op een mooie 5-sterren rating, de maximum score. Dus als je ons daar ook nog een duwtje in de rug zou kunnen geven, dat zou fantastisch zijn. Bedankt voor het luisteren en tot 24 januari voor een volgende aflevering van De Klokken. Tot dan. Ryan Tong kopt hem erin. Voorbrengen, de goal van Philippe Clément. Goeie bal.